Kijk, dit zijn nou de kinderen van groep 6 van basisschool De Pol. Wij maken een korte documentaire over onze buurt. Wij gaan 4 mensen filmen die vast iets leuks over Wittenburg kunnen vertellen. Wittenburg, plekje in de zon. Hey, yeah. Wittenburg, kom van je bakken. Je kan niet Wittenburg Eiland opfietsen zonder de Oosterkerk te zien. We gaan nu Bert Hamming vragen om wat leuke dingen te vertellen over deze kerk. De Oosterkerk is een verborgen schoonheid. Heel veel mensen kennen de Oosterkerk niet. Terwijl het een hele mooie kerk is, dat zie je wel als je om je heen kijkt. Waarom werden de mensen in de kerk begraven? Eigenlijk, als de kerk gebouwd werd, dan gingen ze er al van uit dat een deel van de bouwkosten, want zo'n kerk kost natuurlijk heel duur, dat verdienden ze weer terug door het verkopen van grafruimte. En in het midden heeft een familiewapen gezeten, maar daar kun je niet veel meer van zien. Maar dat is dus een grafsteen van een rijke Amsterdammer van misschien wel 300 jaar geleden. Je begrijpt wel, als er een dode onder lag en dat ging rotten allemaal, dan ging het stinken. Hè? Dus als het niet goed aangesmeerd was, dan rook je dat ook. En omdat het rijke mensen waren, waren de mensen natuurlijk toch ook een beetje afgunstig. En dan zeiden ze rijke stinkers. Maar wat vindt u van de kerk van binnen geen kerk meer is, maar bijvoorbeeld een café? Ja, nou, vind ik wel een goed idee eigenlijk. Hè? Met z'n allen gezellig naar het café. Maar dan wel een beetje geen café met dronken mensen en met harde muziek. Want dat past weer niet in dit gebouw. Maar wel een café waar je even een kopje koffie kunt drinken. En misschien wordt de rest van het gebouw een museum of zo. Of een concertzaal, en dan moet je toch ook een kopje koffie bij kunnen drinken. Dus ik vind het wel een goed idee. Jongens, ik vind het ontzettend leuk dat jullie interesse hebben in de Oosterkerk. En ik heb eigenlijk een vraag aan je. Heeft de Poolschool ook een bibliotheek? Ja. Nou, dan heb ik een klein het boekje over de Oosterkerk. En dat zou ik heel leuk vinden als jullie dat in de bibliotheek willen zetten. Dankjewel. Er zijn ook een paar leuke winkeltjes in onze buurt, zoals Frank's Smokehouse. We gaan kijken hoe het daar is. Hoe wou u de vis? Om de vis te roken, eerst worden ze met zout behandeld. De volgende dag spoelen we het zout af en dan hangen we ze in een rookkast met hout die gaat dan verbranden. Ja. En hier houdt u dus alle vissen? Ja, we hebben 2 installaties, een grote en een kleine. En daar doen we echt het rookwerk. Ik gebruik een hele bijzonder houtsoort dat heet hickoryhout. En hickory is een grote boom die groeit niet hier in Europa, maar in Amerika. Je merkt ook dat ik een klein accent heb. Dat komt ook uit Amerika, dus die hout en ik en de accent allemaal van hetzelfde land. En dat geeft een bijzonder smaak aan de vis. Wat voor vis verkoopt u? Nou, je ziet, we hebben best wel een grote variatie. Zalm hebben we, en tonijn, en makreel, en forel, en garnalen, en krab, en paling, en mosselen, haring. Heel veel. Heel veel verschillende soorten. 1, 2, en nu komt de geluid. Zie je dat de vis is. Al die lucht is uit het zakje gehouden en het is goed daarin dicht gesield. En daar is het broodje. En dat? En dat ook nog, dankjewel. En bedankt voor het interview.
degene die heel veel voor onze buurt doet, is Jos Zandvliet. Hij houdt erg van muziek en hij kent de buurt als zijn broekzak. Wat vindt u het leukste aan deze buurt? Ja, alle mensen. Ik vind de mensen het belangrijkste. Want er staan soms staan er mooie plantjes en boompjes en dat vind ik ook wel mooi. Maar, en dat hebben ook de mensen daar neergezet voor elkaar. Maar de mensen zijn het belangrijkste, ja. Welk instrument speelt u het liefst? Nou, toevallig heb ik erbij, maar dat is echt de banjo. Dus die heb ik eigenlijk, als er iets ergens wat te doen is. Je ziet me vaak wel fietsen ook. Altijd steekt er zo'n banjo op mijn rug. Wat doet u in uw vrije tijd? Nou, eigenlijk heb ik dat niet, joh. Want als ik vrij ben, ben ik altijd weer of liedjes aan het maken of nieuwe projecten aan het verzinnen. Toen, weet je wel, met de kerstmis gingen we weer iets doen. Nou, dan heb je vrijheid en dan denk je, ja, dan zit je een beetje thuis in een kopje koffie te roeren. Dan denk je, ja, wat zit ik hier nou? Ik kan beter iets leuks doen met de kinderen van de buurt. Het is nu lente en het kost geen centen en niemand baalt. Geeft u veel om deze buurt? Ja, heel veel. Eigenlijk is het net of je in je leven zo, poep, ergens terechtkomt. En dan denk je, ja, dankjewel. In onze buurt gebeuren helaas ook niet zo leuke dingen. Gelukkig is er ook iemand die dat oplost. En dat is de buurtregisseur. We gaan nu wat vragen aan haar stellen. Wat doet een buurtregisseur? Nou, een buurtregisseur doet heel veel dingen. Wij doen sowieso gewoon de politiewerk. Gewoon wat iedereen ook doet als agent. Dus bekeuringen schrijven, boeven vangen. Maar wij doen ook heel veel gesprekken met mensen die bijvoorbeeld problemen hebben en eigenlijk niet meer weten wie hun problemen voor ze kan oplossen. En dan geven wij ze advies. Heeft u eens uw pistool getrokken? Alleen op de schietbaan. In het echt nog niet, gelukkig. Heeft u ook soms iemand gered? Ja, ja. Soms reanimaties, weet je wat dat betekent? Nee. Dat als iemand een hartstilstand krijgt bijvoorbeeld, dan wordt er 112 gebeld. Dan komt de politie en de ambulance. En heel vaak komt ook de brandweer al mee. En dan moeten wij reanimeren en dan ga je dus lichaamsmassages geven en mond-op-mond beademing. Ja, wel door zo'n kapje hoor. Welke rang heeft u? Ik ben brigadier. Het ziet eruit als een bloemkool. Wat vindt u van deze buurt? Ik vind het een hele leuke buurt. Veel leuke kindjes. En het is gewoon een buurt waarvan mensen nog lekker met elkaar kletsen en praten. Dus voor mij heel gezellig om hier te zijn. Een andere buurt? In principe ben ik altijd in mijn eigen wijk, maar als er een boef in de buurt is en toevallig bijvoorbeeld op Oosterburg, natuurlijk ga ik dan de brug over en dan probeer ik hem te vangen. Dus we hebben niet hele strakke grenzen. Dit was onze film over onze buurt. Het is de eerste keer dat we documentaire hebben gemaakt. We vonden het leuk en spannend om te doen. We hopen dat u het ook leuk vond. Tot ziens op Wittenburg. Dat ben je al heel gauw hier. En wat je later worden wil, dat ben je al heel gauw.